NOS Journaal. Koninklijk huis verblijdt met een lentekind, Klaus Casimir. Bloemen op het bordes voor de overleden prinses Juliana. En Albanezen in Kosovo rouwen om hun kinderen. Goedenavond, dames en heren. Bij Paleis Soestdijk kwamen vandaag even de beelden terug van Koninginnedag vroeger. Mensen brachten bloemen voor Juliana, die, net als toen, door scouts op het bordes werden gelegd. Prinses Juliana overleed gisteren op de laatste dag van de winter. En vandaag, op de eerste dag van de lente, werd het koninklijk huis uitgebreid met een jongetje. Klaus Casimir Bernhard Marius Max. Na dochter Eloïse, het tweede kind van prins Constantijn en prinses Laurentien. Klaus Casimir is het zesde kind in de lijn van de troonsopvolging. Een stevige en gezonde baby, melden de ouders via de Rijksvoorlichtingsdienst. En dit zijn de ouders met Klaus Casimir vanmorgen bij het verlaten van het Bronnevo ziekenhuis in Den Haag. De jongen weegt 8 pond en is 52 centimeter lang. En hier verlaat koningin Beatrix iets na 2 uur afgelopen nacht het ziekenhuis na een bezoek aan haar derde kleinkind. Amper 18 uur na het overlijden van haar moeder, prinses Juliana. Ze wordt vergezeld door haar zoon Friso, zijn verloofde Mabel Wisse-Smit en door de andere grootouders. Natuurlijk een heel merkwaardig moment na het overlijden van koningin Juliana. Dat het dan plotseling toch nu weer iets heel nieuws is. En dat is dus een heel verheugend iets. Ja, de koningin is ook daar iets ook heel moois. Ja, de koningin was ook heel gelukkig ermee. Ja. Het is een lentekind. Ja. Op dit moment verblijven Constantijn en Laurentien op Paleis Huis ten Bosch. Eind april vertrekken ze naar Brussel met Eloïse en met de nieuwe graaf van Oranje-Nassau. Tevens jonkheer van Amsberg. Toen het prinsje rond het middaguur naar huis ging, waren er bij Paleis Soestdijk al honderden mensen geweest om bloemen te leggen voor de overleden prinses Juliana. Het was er aanmerkelijk drukker dan gisteren. De politie spreekt van duizenden mensen. Veel ouderen, maar ook opvallend veel kinderen. En dat begon dus al vroeg. Als even na 8:30 vanmorgen de prinselijke standaard van prins Bernhard met rouwwimpel gevlacht wordt, zijn de eerste belangstellenden alweer bij de hekken van Soestdijk te vinden. Duizenden bloemen sieren dan al het hek en er blijven verse bossen bijkomen. Ik werd gewoon gedwongen om even te gaan kijken. Het was me gisteren te slecht weer. Ik wilde steeds, maar het was zo slecht. Ik stond vanmorgen op. Ik denk, ik moet even gaan. En daar waar de een een duidelijke drang voelt, is voor de ander de gang langs het paleis min of meer ongedwongen. Hoe dan ook, de aanblik van het eerbetoon trekt. Op speciaal verzoek van de koninklijke familie vormen scouts uit Baarn en Soest een erewacht. Onze scoutengroep dat is begonnen hier in de tuin van het paleis. De dochters van de koningin Juliana die zijn hier begonnen met een scoutinggroep met een aantal andere kinderen. Speciaal is daar een leidster uit Den Haag voor overgekomen en zo is het hier begonnen. Uit alles vandaag blijkt dat Juliana, haar gezin en de omwonenden op ooghoogte onder elkaar verkeerden. Mijn grootmoeder heeft voor de Tweede Wereldoorlog voor haar een aantal japonnen ontworpen als couturier. En we hebben ook nog een gedenkboek van Juliana en de familie waarbij ze zelf heeft aangetekend welke japonnen ze heeft ontworpen, welke niet. Ja. We weten dat koning of de prinses ook van de natuur houdt van buiten. En vandaar dat we even extra met de paarden de hulde willen brengen aan het huis, het koninklijk huis en de prinses. Als de jacht op Soestdijk is, altijd eind april, het kampioenschap van het Nederlandse jachtpaard, dan liep Bernhard en Juliane ook altijd helemaal gewoon tussen het publiek en Beatrix ook al. En dan loopt er toch 3.500 mensen. Dat is geweldig. Wat een heerlijke atmosfeer om deze mensen toch hier altijd weten te creëren. Kasper Joster, voorwaarts. Op verzoek van de koninklijke familie worden de bloemen 's middags naar het bordes gebracht. Omdat dat zo'n mooie herinnering is aan Juliana en haar défilés.
De vele belangstellenden kunnen 's middags ook een paar keer een glimp opvangen van prins Bernhard. Hier begroet hij prins Bernhard junior en diens vrouw Annette. Koningin Beatrix en haar zoon Constantijn zijn hier sinds een uur of drie. En sinds het begin van de avond is het bij het paleis weer rustig. De meeste belangstellenden zijn weer thuis. In veel kerken in Nederland is prinses Juliana vandaag ook herdacht. Zoals bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap in Baarn, waar Juliana vroeger regelmatig kwam. De laatste keer was ongeveer 2 jaar geleden. Als Juliana kwam, slipte ze altijd stilletjes naar binnen, net voordat de dienst begon. Ze ging helemaal achteraan zitten, totdat dat niet meer kon, omdat ze steeds slechter ging horen en zien. Vaak bleef ze na afloop koffie drinken om een praatje te maken. Meestal begon ze zelf over een reactie op de preek of iets waar ze het ook heel openlijk over had, was bijvoorbeeld de kinderen. Als daar iets mee aan de hand was wat in de publiciteit kwam, nou, dan hoefden we eigenlijk niet eens te vragen, maar dan zei ze, ik heb een zorgelijke week gehad. Hilarisch was haar bezoek op een autoloze zondag in de jaren 70. Ze kwam toen op de fiets. Ze had er zich speciaal voor gekleed, lange broek aan, maar vond dat ze daar de kerk niet mee in kon gaan. Dus moest er een rok overheen. Nou, dat is een gedoe, is een open fietsenstalling. Een paar mensen waren daar natuurlijk zeer belangstellend naar aan het kijken. Het lukte en terug weer hetzelfde. Ook weer lange broek aan, weer op de fiets. Maar het zegt iets over haar motivatie om te komen natuurlijk. In veel kerken werd het 6e couplet van het Wilhelmus gezongen ter nagedachtenis aan de prinses. Het meest christelijke couplet van ons volkslied. Ze was uitgesproken in haar hartstocht voor vrede en vertrouwen tussen de volkeren. Onrecht en ongelijkheid verdroeg ze niet. Nadrukkelijk wilde zij de koningin van heel het volk zijn, maar wel van een volk dat zijn verantwoordelijkheid in de wereldgemeenschap niet zou ontlopen. Ook in de kloosterkerk in Den Haag, waar koningin Beatrix vaak komt, werd stilgestaan bij het overlijden van Juliana. De koningin was vandaag niet aanwezig. In de Nieuwe Kerk in Delft is volgende week dinsdag 30 maart de uitvaartdienst. De prinses wordt dan bijgezet in de koninklijke grafkelder. Prinses Juliana ligt ook maandag en dinsdag nog opgebaard in Paleis Soestdijk. Daar kunnen familie en vrienden afscheid nemen. Woensdag 24 maart begeleiden de 4 dochters het stoffelijk overschot naar Paleis Noordeinde in Den Haag, waar het blijft tot de dag van de uitvaart. Van donderdag 25 maart tot en met zondag 28 maart kan het publiek dan afscheid nemen. De uitvaartdienst van de prinses is dus op dinsdag 30 maart in Delft. Daarna volgt de bijzetting in de grafkelder van de Nieuwe Kerk. En de Eerste en Tweede Kamer herdenken de prinses komende woensdag in een gezamenlijke zitting in de Ridderzaal. En dan ander nieuws van vandaag. Een bejaarde man uit het Zeeuwse Hans Weert is afgelopen nacht levensgevaarlijk gewond geraakt bij een overval op zijn woning. Zijn vrouw liep lichte verwondingen op. Het echtpaar van 69 en 80 jaar schrok afgelopen nacht wakker door glasgerinkel. Toen ze polshoogte namen, werden ze vastgebonden door de overvallers. De man raakte zwaar gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie heeft vanmorgen 3 mannen van 19, 20 en 21 jaar aangehouden. Tijdens de zoektocht naar de overvallers is de A58 3 uur afgesloten geweest. En ook het treinverkeer werd korte tijd stilgelegd. De omvang van de buit is niet duidelijk, maar in ieder geval zijn er sieraden meegenomen. In Herat in Afghanistan zijn gevechten uitgebroken na de dood van de Afghaanse minister van Luchtvaart, Mirwais Sadiq. Die werd eerder vandaag vermoord in Herat, in het westen van het land. Bij de gevechten die daar vervolgens uitbraken, zouden rond de 100 doden zijn gevallen. De minister zou in een hinderlaag zijn doodgeschoten. Hij was de zoon van de machtige gouverneur Ismail Khan. Ooit een van de meest beruchte krijgsheren van Afghanistan en hier te zien op archiefbeeld. Wie achter de moord zit is nog niet bekend. In het westen van Afghanistan, waar de verdreven Taliban-machthebbers met enige regelmaat weer van zich laten horen, is het al lange tijd onrustig. Het Hoge Rechtshof in Taiwan heeft opdracht gegeven om alle stembussen van de presidentsverkiezingen te verzegelen. De zittende president Chen won gisteren de verkiezingen met een kleine meerderheid van de stemmen. Zijn tegenstander, Lin Chan, vertrouwde de uitslag niet en eist een hertelling.
Duizenden aanhangers van Lin Chan demonstreerden bij het presidentiële paleis in de hoofdstad Taipei. De emoties liepen daarbij hoog op. Deze man dreigde zelfmoord te plegen uit teleurstelling over de uitslag. Volgens Lin Chan is er met de stemmen geknoeid. Ook denkt hij dat de schietpartij van vrijdag, waarbij president Chen en zijn vicepresident lichtgewond raakten, mogelijk in scène is gezet om sympathie van de kiezers te winnen. De stembussen worden dus nu verzegeld, maar het is nog niet duidelijk of er een hertelling komt. In Kosovo zijn de twee Albanese kinderen begraven die eerder deze week zijn verdronken. Hun dood leidde tot ernstige rellen tussen Albanezen en de Servische minderheid in Kosovo. De Albanezen beschuldigen de Serviërs ervan dat ze de kinderen de rivier hebben ingejaagd. Bij de rellen zijn zeker 31 doden en 600 gewonden gevallen. Voor de vader van een van de omgekomen kinderen, Exon, is het verlies meer dan persoonlijk. In een sporthal bewezen familieleden, vrienden en kennissen de laatste eer aan de omgekomenen, de 12-jarige Exon en de 11-jarige Avni. Over de precieze oorzaak van de dood wordt getwist, maar het incident laat zien hoe broos de vrede nog altijd is tussen beide bevolkingsgroepen in Kosovo. Ondanks de aanwezigheid van de VN en van KFOR, de NAVO-troepen in Kosovo, die sinds 1999 op de vrede moeten toezien. Boze Albanezen trokken de afgelopen week een Servisch dorpje binnen en staken tientallen huizen in brand. Sinds afgelopen woensdag zijn ruim 3000 Servische inwoners uit hun dorpjes verjaagd. Inwoners van het dorpje Kabra, waar de twee omgekomen jongetjes woonden, waren massaal aanwezig bij de begrafenis. En ook de premier van Kosovo. Kennelijk om aan te geven dat ook hij de dood van Avni en Exon hoog opneemt. Zijn we toe aan het weer, Erwin Krol. Bij stormschade denk je meestal aan kapotte dakpannen, omgewaaide caravans, ontwortelde bomen en dergelijke. Maar ik heb eigenlijk nog nooit gedacht aan dit. Brand. Doordat de wieken niet vaststonden, werden ze door de storm van gisteren zo hard rondgedraaid dat het binnenwerk van deze molen door wrijving in brand vloog. En met al die wind was dat natuurlijk ook moeilijk blussen. Nou, de storm is wat gaan liggen, maar buien zijn er wel nog steeds. Een heleboel en met een west-noordwestelijke stroming komen er nog heel veel aan. Dus vanavond en vannacht hebben wij buien. Daar kan onweer en hagel bij optreden. Er waait nog steeds een straffe westelijke wind. En het wordt niet kouder dan een graad of 5. En morgen overdag eigenlijk hetzelfde beeld. Ik denk veel buien, vaak zware buien ook. Regen, hagel, onweer, allemaal mogelijk. Windstoten, maar niet meer zo hard als vandaag. Straffe westelijke wind en het wordt ongeveer 8 graden. En dan dinsdag, woensdag en donderdag nog steeds maartse buien. Overdag een graad of 8. En 's nachts kijkt u naar die gemiddelde temperatuur. In het binnenland kan het licht vriezen. Tot zover het 8 uur journaal van zondag 21 maart. Een dag waarop duizenden Nederlanders bij Paleis Soestdijk terugdachten aan de defilés op Koninginnedag. De verjaardag van Juliana, die traditioneel werd gevierd met een bonte stoet van Nederlanders. Met veel cadeaus en vooral veel bloemen op het bordes. Op het gazon tegenover het paleis hadden nijvere handen uit meer dan 2 miljoen tulpen en hyacinten een enorme kaart van Nederland gelegd. Ik kan alleen maar zeggen, dit was een ongelooflijk mooi slotakkoord aan mijn loopbaan. Dank. Het volgende journaal is om 10 uur op Nederland 3. Dames en heren, goedenavond.